Jojo Sjoerd hier. Vandaag gaat het hebben over Domino Day, want voor het eerst in 11 jaar keert het terug op televisie. Yes! Pompidompidom, ja, nee. Dus ja, voordat ik echt over het onderwerp ga beginnen, zou je vast afvragen van Jordi, wat is nou de televisie? Nou, de televisie is namelijk, zeg maar, hoe ze vroeger entertainment kijken. Zeg maar voor zo'n groot ding. En dan heb je zo'n afstandsbediening en dan kun je niet bepalen hoe laat je iets gaat kijken. Dus moet je wel op tijd zijn, zeg maar. Ja, zo keken ze vroeger entertainment. En dan vraag je misschien ook wel af van, wat is dan Domino Day? Want dat kwam op de televisie altijd. En dit jaar komt het weer terug. Nou, Domino Day was een jaarlijkse programma dat op de televisie kwam. En dan probeerden ze, zeg maar, zoveel mogelijk dominostenen weg te zetten. En dan het record verbreken. Het wereldrecord. In Nederland. En tot nu toe zijn er 10 edities geweest. En de eerste was in 1998. Was een beetje, nou ja, een voorproefje met 1,6 miljoen stenen die ze hebben weggezet. In 1998 hebben ze 2,3 miljoen stenen weggezet en 1,6 miljoen stenen zijn omgevallen. En je denkt van, wow, dat is veel. Nou, vergeleken wat daarna is gebeurd, valt het reuze mee. Het jaar erop, 1999, was het toch wel een stukje meer dan 1,6 miljoen stenen. Toen hadden ze namelijk 200.000 stenen meer weggezet, dus 2,5 miljoen. En zijn er 2,4 miljoen stenen omgevallen met een percentage van 98,8%. Dat is een record in percentages. Nooit verbroken. Daarna kwamen we in het nieuwe eeuw met de derde editie van Domino Day 2000 met 3,1 miljoen stenen weggezet. En nog net geen 3 miljoen, 2,97 miljoen stenen zijn dus omgevallen en hebben ze weer het record verbroken. Bam! Daarna het jaar 2001 gingen ze weer een stapje verder, want jouw woord lukt weer. Het wereldrecord werd weer verbroken. Ze hadden namelijk 3,75 miljoen stenen weggezet en zijn er 3,54 miljoen stenen omgevallen. Hoppa, nog meer stenen. En het ging maar door en door en door en het werd alleen maar meer en meer en meer met in 2002 4 miljoen stenen weggezet. En er zijn maar liefst 3,48 miljoen stenen omgevallen. Helaas, in 2003 zijn ze er niet in geslaagd om het record te verbreken. Want om een of andere reden was er geen Domino Day in 2003. Waarom? Ik heb het opgezocht, kon niet vinden, sorry. Waarschijnlijk een budgetkwestie. Maar in 2004 gingen ze gewoon weer lekker door, want ze hebben weer het record verbroken. Van de 4,25 miljoen stenen die ze hebben weggezet, zijn er nog net geen 4 miljoen stenen omgevallen. Net eronder 3,99 miljoen. En daarna, de zevende editie van Domino Day in 2005, werd voor het eerst wereldnieuws. Inderdaad, sindsdien werd Domino Day pas echt populair en hebben ze alweer het record verbroken. Namelijk 4,32 miljoen stenen zijn weggezet en er zijn er 4 miljoen omgevallen. Daarna, het jaar later in 2006, nou ja, zijn ze iets rustiger gaan opbouwen, maar hebben ze toch meer stenen weggezet, 4,4 miljoen en zijn er 4,07 miljoen stenen omgevallen. En na 8 keer Domino Day en alleen het record te kunnen verbreken, is het ook wel eens tijd om een keer te falen. Namelijk in het jaar 2007, wat ook wel het mislukte jaar is, niet alleen omdat ik begonnen ben met YouTube, maar ook omdat ze voor het eerst en voorlopig ook voor het laatst niet zijn ingeslaagd om het record te verbreken van Domino Day. Ze hebben maar liefst 4,5 miljoen stenen weggezet en hou je vast, van deze 4,5 miljoen stenen zijn er 3,67 miljoen stenen omgevallen. Wat dus een percentage is van 80%. Dus het is erger geweest dan dat. Maar ze hebben het record dus niet verbroken. Want het jaar daarvoor en het jaar daarvoor waren er meer stenen. Meer dan 4 miljoen. En hoe dat precies gebeurd is? Nou ja, het heeft mede te maken met dit. Kijk maar mee. Daar staan ze klaar. Piet en Truus, ik ben eigenlijk de echte naam vergeten. Maar dat maakt niet uit. Dat kan de pret niet drukken. Hun gaan er namelijk voor zorgen dat ze de wereldkampioen van Domino Day 2007... gaan wegzetten en die van 2006 gaan het verbreken. We wachten in spanning toe. We wachten op de slowstones. Zo heten die dingen toch. En dan gaan we meteen verder met het bouwen van die stenen. Gaat het ze lukken? Het is rete spannend. We hebben die stenen nodig. Nog 400.000 stenen te gaan. En de tijd gaat nu in. Piet en Truus hebben 2 minuten de tijd om deze plank vol te leggen met allemaal domino stenen. En dan is het klokje rond. Snap je hem? Het publiek kijkt in spanning toe. Heel erg spannend. Dit zijn de beste bouwers van Domino Day, want anders zet je ze niet in. Het is heel erg spannend. Het gaat tot nu toe heel erg goed. Nog 1 minuut 40. Oei, alle stenen liggen om van Piet. Oh nee, 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 nee. Maar alles is nog mogelijk. Alles is nog mogelijk. Het is nog niet voorbij. Oei, daar vallen ze allemaal weer om, Truus. Maar de klok tikt door. Ze moet helemaal opnieuw beginnen. Oei, doet ze het weer, doet ze het weer. Kom op, zo lang duren 2 minuten ook weer niet. Ga nou gewoon door, joh.
Oei, doet ze het weer. Kom op, hij is er bijna. Schiet nou eens op. Oei, doet ze het weer. Dit kan niet veel langer meer. Kom op. Oei, doet ze het weer. Waar blijf je nou de hele dag? Ga nou gewoon. Ga Jenga spelen of zo. Dadelijk kun je mij nog om, joh, met je domino. De Jenga steenpleur. Ja, het is voorbij. Het is afgelopen. Over en uit. Hoe was jouw dag? Ik lag wel, maar mijn dag is eigenlijk gewoon helemaal kapot. Eigenlijk is mijn wereld gewoon helemaal kapot, eigenlijk, ja. Oké, ik moet eerlijk toegeven, het was niet helemaal zo gebeurd, niet precies. Maar ja, wel ongeveer. En moet je nagaan, als hierin waren geslaagd, hè, waren er 400.000 stenen erbij gevallen. Gewoon 400.000 stenen. En het leuke aan dit verhaal is, als al die stenen waren omgevallen, hadden ze het gewoon nog steeds niet verbroken. Dus eigenlijk was het helemaal niet hun schuld. Maar ja, het kan niet altijd goed gaan. En ja, wat wil je ook als Gerard Joling de allereerste stenen heeft weggezet? Ik ga niet! Laat me uit! Want dat is dus echt gebeurd in Domino Day 2007. Maar ja, het moet een keer fout gaan. Dat maakt het programma tenminste minder saai. Want dan weet je ook gewoon dat het een keer niet goed kan gaan. In plaats van al die andere keren dat het wel goed ging. En dan maar vanuit gaan van, oh, het gaat allemaal wel goed komen. Misschien deed ze het wel expres voor de kijkcijfertjes. Dan in het jaar 2008, ja, nog een voordeel voor te falen. Je hoeft niet extra stenen weg te zetten. Gewoon weer 4,5 miljoen stenen, net als in 2007, werden daar dus weggezet. En ja hoor, dit keer hebben ze het record wel verbroken met 4,35 miljoen stenen. Hoppa, geslaagd. Dan het jaar 2009 en voorlopig de laatste editie van Domino Day. Hebben ze 4,8 miljoen stenen weggezet. En van deze 4,8 miljoen stenen zijn er 4,49 miljoen stenen omgevallen. Bijna 4,5 miljoen. En tot de dag van vandaag staat daarom nog steeds het wereldrecord van domino stenen. Niet Domino Day per se, want er zijn meerdere programma's geweest overal ter wereld. Maar wij Nederlanders hebben het record dus staan. En ja, waarom dat er geen nieuwe editie was in 2010, was namelijk gewoon omdat er niet genoeg geld was. Gewoon te weinig geld voor het programma. Helaas. Heel gek, aangezien het in 2005 wereldnieuws was en daarna ineens niet genoeg geld. What happened? Maar ja, het kan alle kanten op gaan, zie je wel. Dus ook de verkeerde kant. En in 2011 hebben ze het ook nog in de planning gehad, maar ook is het dan niet meer doorgegaan. En dan na 2011, weer 9 jaar later, zijn we in dit jaar terechtgekomen en zijn ze uiteindelijk weer van plan om Domino Day terug te laten keren op de televisie. En ze zijn van plan om minimaal 4,5 miljoen stenen weg te zetten, net als in 2007 en in 2008. Heel stiekem hoop ik gewoon dat ze gewoon even dikke 5 miljoen stenen wegzetten. Maar goed, dat ben ik. Dus ja, de stelling van deze video. Ik ben wel eens benieuwd wat jij ervan denkt en wat jij gaat doen. Wat jij ervan denkt, goh, zou we misschien het record verbreken van 2009, ja of nee? Weet het niet. Maar de stelling van deze video is echter, ga je ook echt Domino Day kijken op de televisie? Ja of nee? Je kan stemmen. En natuurlijk wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Gooi een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer en ring de bel en dan zie je de volgende video extra snel. En het klinkt als dat leuk, maar als je het doet, vind ik het heel erg leuk. En tot de volgende keer weer. La terre.